Nou, ik laat het voorlopig maar even lopen. Posters die ik heb. Die komen hier vandaan? Ja. Dan worden ze met de hand nog steeds geprint. Of mijn stem daar ook op. Het zijn ook in de forenoon. Ja. Forenoon. Mooi. Thank you.
zie het. Yes. Ja, dat is te donker. Net de sfeer. Net zoals vroeger, en dan houden ze ook nog steeds goochelazen, weet ik wel wat ik dan verhaal vertel. Ik had dit nog niet zo verwacht hoor. Het is echter als dat het. Kijk, dat is het water. Ja. Die mijn waar je het over hebt, is dat echt onder de grond? Oh ja, shit. Oh, nou dan. Echt onder de grond en koud. Nou, dan zal ik daar niet in gaan. Waarom niet? Dat is niet zo diep. Je gaat zo niet naar beneden. Nee, je loopt binnen. Oh, nou. Een heuvel. En je loopt binnen en dan gaat het langzaam naar beneden. Maar dat is ook weer mooi te laten. Tim Gietree. Tim Smith. Dat is een grote paal. Visjes. Ja. Henning Verbel. Hier weer alles wat gemaakt. Hier. Daar bedoel je? Dat is de poppet. Oh, daar? Waar die vlag op staat? Nee, dat is de poppet mine. De mine is back there, but this is the pump house. Oh, that's see. The pump house down there. And see that steam engine going backwards and forwards? Yeah. There's a steam engine behind there. And it's pumping water out of the mine shaft. Het haalt het water eruit. Yeah. En kun je dadelijk zien, je kan daar naartoe. Ik snap het al dat het dan werkt. Ja. Je zuigt het water op. En dan is het niet tijdig dat het weer in pak komt. Dat het water weer heen. Dat water wordt gebruikt om te wassen. Steenberg. Damp dan weer. In those days, this is all quartz. In those days, the gold was embedded in there. And they had to crush it. And crush it, they did. And then it gets unable to shake it. The quartz goes one way, the gold goes the other way and separated. And they'll show you in the little trolleys brought those things in there. Little railway things. That's a deafening sound in there if it works. But it isn't. I don't know what that one sounds. The sound is quite frightening. We have those two. That engine running, that steam engine, and that steam engine running there. And these tables, that quartz gets, my finger, that quartz gets crushed
en daar sting ik tegen. Ja? Ja. Nou, het volgende dan hier wat water. En die is eigenlijk wel shake. Ja. En is separated. Then, it's separated there once more, and so forth. We can come back here later and I'll show you the whole thing as well. What time? 11:15. Oh, ja. The noise is frightening. En de mensen die hier nou werken, hebben die dan toch wel? Oh ja. Nu even de pompstation in kijken. Ja. Pomp, de pompstation is toch? Thank you.
telefoon. Wat zeg je? Met een moderne telefoon. Is 6 shell in 60p? Of But I'm sure they are enjoying it. Oh yeah. It's a fun thing. I'm lucky because I'm doing photography. Natuurlijk zat er weer een paar man daarin.
En die graven. En dan emmer omhoog halen en dan beneden halen en dan weer omhoog enzovoort. Dit soort gaten wonen ze dan? Of, Dank je. Of dit is zo'n schacht? Zo wat? Is dit gewoon een schacht? Ja, een schacht. Vrij donker daar. Yes.
beetje. Voilà. Een thunderbox. Doe je deur eens open? Ga hem eens open doen. Ik weet niet of je open deur op. Denk je dat hij dicht getimmerd is? Ja, dit. Ja, dat is heel leuk. Quite simply, when the mine was working, the vertical shaft is straight below the middle of the head. It goes down in the ground for whatever depth that they want the mine down to. So Ballarat has deep mine was open and out of the ground will come the waste rock, goes out on the mine, that's all the waste rock, the mine out there. That's got no gold. The gold bearing quartz, now all of our gold, you see that big chunk of quartz over there? The gold will be in that quartz. Now the gold bearing quartz is brought up out of the ground.
Next page. That's right, Master Adam. That's wonderful back. Both Master Adams. You played back straight. Back to your writing. What do you want, child? Stand up when you speak to me. Why not, boy? Why not? We'll celebrate today and do it on our paper. Stand up when ma'am addresses you, young man. Very well, put everything out of your hands and sit up with your hands in your laps. Ik vind die laundry wel leuk hier aan die lijn. Ja, hier is die oude, tenminste die tonnetjes oppakken van deze toiletjes. Oh, ja. Die worden daarin gegooid, dat was een hardman. Bit by bit until there's just a bit of sand left which will wash off and fall.